Goedemorgen. Het is vandaag weer terug en ze stond 1 keer op. Ik ben weer eens te lomp. Oh. Het is vandaag. Auw, adem in, adem uit. Soms is lange nagels echt niet fijn. Donderdag 18, toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij was het gisteren 17, maar ik heb weer niet gekeken, want ik heb het schaatsen al aanstaan. Er is nog niet zoveel aan de hand, maar ik wilde gewoon even zeker weten. Ik werd wakker met een foto van Birdie die met een cappuccino, chai latte volgens mij, drinkt zij, iets in die richting. Klaar zat voor de tv, die stuurde, ik zit er klaar voor, jij ook? Ik hoef niet helemaal. Wat is er? Mooi een kusje? Ja, lekker kusje, dankjewel. Het is vandaag gewoon weer medailledag als het aan mij ligt. Dus ik ga me snel klaarmaken. Heb ik hem eraf getest? Nee, hij zit er nog wel aan. Maar hij heeft wel echt een tik gehad. Nou ja. Oh my god, jongens, er komt een pakketje binnen. En ik denk echt, wat is dit? Er zit een tas in. Een jamintas. Oh, ik ben blij dat ik gisteren die chocoladeijs... Die chocoladeijs, lekker hoor. Het chocoladeijs niet meer heb gekocht, want... Pardon? Wat is dit? I love Pasen. Wat leuk. Even kijken hoor. Ik heb wel een... Het rammelt. Het valt. Voorzichtig openmaken. Wat een schattig doosje ook. Oh, ze zaten allemaal heel mooi in een vakje. Maar ze zijn er allemaal uitgerold. Zo. I will survive. I will always love you. I like to move it. I got a feeling. Oh man. Oh, die moet ik echt niet aan goed druk laten zien. Want ik zweer, dan is er binnen een dag op. Maar zou er ook iets van smaken op staan? Staat dat op de onderkant? Nee. Nog meer. Oh, deze zijn nog best wel goed blijven zitten. Inderdaad. Maar het staat vast wel op de website wat is dan. Wat schattig. Wat schattig. Even de onderkant nog bekijken. Nee, het staat er niet op. Ja, ik kan er toch niet gelijk eentje gaan eten. Maar dat wil ik. Oh, niet normaal. Wat een hoop eitjes. Nou, ja, ik ga nog steeds het chocoladeijs halen. Want dat heb ik mezelf beloofd. En deze ga ik gewoon nog even verstoppen. Als ik gewoon afspreek... Ik zeg gewoon niks tegen Goedriek. En dan ga ik gewoon met mezelf afspreken dat we er pas in april van mogen eten. Want dan is het pas echt Pasen. Ik dacht misschien zit er stiekem wel 1 eitje meer in dan er vakjes zijn. Maar dat is niet. Nou, ze zitten allemaal weer in hun vakje. Lekker hoor. Nam, 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 nam. Wanneer je thermostaat aangeeft dat het hier 18,5 graden binnen is. Terwijl... de verwarming op 18 graden staat, dan weet je dat het echt lente wordt. Ik zag vanochtend ook iemand, ik weet niet meer wie, iemand op Instagram plaatsen dat het om 7:15 of 8:15 ochtends gewoon licht was. Ik ben er zo klaar voor. Toch omdat, ondanks dat het niet echt een zware winter was, ik weet het niet. Voor mij wel of zo. Misschien ook omdat ik juist waar ik energie uithaal in de winter. Dat is sneeuw. En dat was er eigenlijk niet. Het was gewoon alleen maar vies koud en regen. Ik ben er gewoon klaar mee. Ja liefje, ik hoor jou. Ik hoor jou. Ik ben bezig. Dus ja, laat de lente maar komen. Het zonnetje schijnt. Het is een goede dag om te lopen en ijs te halen. Kijk nou wat een schattie. De Bachelor België staat erop. Ik moet zeggen, doordat ik het nu natuurlijk veel meer analyseer of zo, of veel bewuster nog kijk, merk ik dat de Bachelor België veel meer onnodige momenten heeft. Veel meer gekwekkel waar helemaal niemand wat aan heeft. Dat ik denk, het is eigenlijk heel fijn dat ik voor jullie deze video's maak, want de helft van die aflevering hoef je helemaal niet te zien. Die gaat helemaal nergens over, letterlijk. Dus nou ja, het editen ga ik zo doen. Maar ik ga nu eerst even een wandeltje. Even achter de beeldschermen vandaan. En ik denk, zat ik ineens te denken. Als ik naar de andere Albert Heijn ga. Die is richting de Sundays. Pak ik gewoon ook even een zonnebankje. Daar heb ik echt al heel erg zin in, stiekem. Het is Corrie 2.0 hoor, hier in het VN. Jongen, goed nieuws. Ik ben de riem niet vergeten dit keer. Yes! Ik zit even op de bon te kijken, maar serieus? 8 dagen? Is dat nog een ding? Ik dacht dat het overal echt een maand was. Wat is nou 8 dagen? Hè? Ik vind dit heel gek. Nou ja, riem voor de kringloop dan. Nou, 8 dagen jongens. Ik heb even gegoogeld en ik zie online dat het 14 dagen is. Want dat is wettelijk vastgesteld. Maar dan ben ik nog te laat, want het is 17 vandaag. Dus, nou ja, that's life. Het maakt niet uit. Hé, hier zit Flink. We hebben dus tegenwoordig ook zo'n 10 minuten bezorgservice. En hier zit het, ja, hoe noemen we dat? De locatie waar ze het vandaan halen. Ik heb het nog niet gedaan, maar dat komt omdat ik natuurlijk... in principe zelf ook in 10 minuten bij de supermarkt ben. Dus dan is het niet echt een meerwaarde. Maar bijvoorbeeld voor mijn ouders, die echt ver weg van de supermarkt wonen, is het wel top. En daar bezorgen ze ook. Jongens, ik was al bijna binnen bij de Albert Heijn toen ik dacht, als ik nu ijs koop en daarna de zonnebank ga, dan gaat het natuurlijk helemaal niet goed komen. Dus dat was nog net op tijd. Anders had ik moeten vragen of ze hem misschien nog even konden bewaren of zo. Ja, het is goed gekomen. Ik ga even lekker 20 minuutjes genieten van Ibiza. Ik heb hem gevonden, maar volgens mij... Oh, nee. Oh nee. Volgens mij is dit mijn motherfucking lucky day. Oh, ik kom er niet bij. Oh, dit is frustrerend. Hoe ga ik dit doen? Wat is dit? Salted caramel, dubbel salted caramel. Ja, ik wil die. Ik wil hem. Oké. Okay. Daar zijn we weer. Oeh, ik ben even buiten adem. Ik ging veel harder lopen dan nodig. Maar ik had dus helemaal geen oordopjes of iets bij me. Dus ja, dan heb je ook een soort van minder vermaak. Dus ik was echt een soort van zo aan het doorstappen. Maar het goede nieuws is, de allerlaatste. Hij was nu €3 nog wat. €3,80 of zo denk ik. En normaal gesproken is die zeg maar de Ben & Jerry's prijzen. Oh, mijn mentale notitie van lepels is niet goed gegaan met de Action. Nou ja, het is niet het allerergste. Komt wel. Normaal is die dus bijna €6 geloof ik. En het is 200 calorieën voor een halve pot. Nou, ik zie mezelf echt niet een halve... Ja, als ik het wil. Als ik het wil kan ik de hele pot van leeg eten. Maar ik denk dat voor zeg maar het gevoel van verzadiging je geen halve pot hoeft leeg te eten. Ik had een soort van stukjes verwacht. Double chocolate brownie. Smaak is goed. Wel echt chocoladesmaak. Waar zitten er nou? Ik weet niet of er stukjes in zitten. Wel heel lekker. Wel pure chocola echt. Donkere chocoladesmaak. Nou, niet verkeerd. Ik ga hem niet nu opeten. Ik wil het alleen even proeven. Of er stukjes in zitten, ga ik jullie vanavond na het eten vertellen. Gok ik. Hoppatee. En ik heb dus ook bij de Action een nieuw kaartje gekocht. Of eigenlijk bij de Action, niet ook. Want uiteindelijk heb ik nog steeds de riem aan de Action. Want dat zei ik al, dat ik dat wilde doen. En ik heb er dus een extra grote. 64 gig. Die er nu in zit is 32 gig. En daar kan ik altijd 1,5 week mee filmen. Dus het is voor goed riek meer dan genoeg. Maar ik dacht, ja, als we dan toch een nieuwe kopen, hoe relaxed is het om dan nog grotere te hebben? Kan ik er in principe 3 weken mee filmen. En als ik dan morgen met deze begin, dan kan ik die er nu in zit langzaam ontdoen van mijn spullen. En dan heeft hij zijn eigen. En dan staat het allemaal niet meer door elkaar. Dat is wel heel relaxed. En dan kan ik ook gewoon editen terwijl hij filmt. En, oh. Ja, zo hoort het. Frits zei het al. Je moet als het je baan is, zorgen dat je voldoende spullen hebt. En heeft hij gelijk in. Alleen ik was natuurlijk niet gewend dat ik mijn spullen moest delen. En dat moest ik nu ineens wel. Maar het is sowieso goed om... Ik heb wel andere kaartjes nog, maar het zijn echt van die 5 gig kaartjes. En dat is met vloggen echt... Ja, niks oma. Want het is dan zeg maar in een dag vol. Dus het is top. Het is goed geregeld. I did it. De tweede aflevering van The Bachelor staat erop en is aan het uploaden op Instagram. Deze is nog zoveel leuker dan de eerste. Maar die heeft heel veel schermtijd. Het is echt genieten. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Maar het is dus op Instagram, want daar gaat het wel goed. En ik heb echt zo'n zin in vorige week. Want de cliffhanger voorspelt drama. En daar ben ik gek op. Oké, dus het is tijd om even een hapje voor mezelf te maken. Mijn broer en schoonzus zijn gewoon vandaag een jaar getrouwd. Een jaar! Hoe bizar is dat? Voor mijn gevoel was het echt gisteren. Nou, Elisa is natuurlijk ondertussen ook al dik 3 maanden. Al zeggen moeders dat in weken. Maar daar kan ik even niet zo goed aan meedoen, want dat weet ik niet. Maar die zijn lekker met z'n tweeën uit eten. En dat was grappig, want ze hadden mij gevraagd... Nee. Zij had mij gevraagd om op te passen. En mijn broer had haar ouders gevraagd om op te passen. Want ze hadden dus voor alle twee voor elkaar een verrassing geregeld. Maar gelukkig, ik weet niet hoe, maar ze kwamen er dus achter dat ze alle twee het geregeld hadden. Dus volgens mij zijn ze uiteindelijk Hiddes plannen gaan doen. Dus Elisa is nu in Utrecht, waar zij ook zijn bij haar ouders. En ik hoef niet op te passen, dus dat was voor mij wel jammer. Maar voor hun is het sinds Elisa is geboren het eerste avondje met z'n tweeën. Dus ik hoop dat ze heel erg genieten. IJsupdate. Goddelijk. Seppie probeert het echt letterlijk uit mijn mond te eten. Er zitten stukjes in. Nu zie je er een paar zitten. En die zijn mijn partij lekker. Die maken het echt helemaal af. Oppo Brothers. Ga dit kopen. Het is zo lekker. Kijk deze kat. Nou, schattig. Eigenlijk wilde hij gewoon ijs. Maar dit is toch te lief. Kom jij voor het ijs of kom jij voor het knuffelen? Als ik het ijs neerzet, wat gebeurt er dan? Blijf jij dan bij me? Hoe kan ik nou ijs eten zo? Nee, je gaat mijn mond aflikken. Ik zit ondertussen gedoucht en wel in dit vreselijke licht. Ik heb nog even de laptop gecheckt. Laptop, niet de laptop, maar de video, alles klopt. Nu ga ik ineens zitten twijfelen of ik wel echt goed gecheckt heb. Maar ik pakte mijn camera omdat ik zeker wist dat ik alles goed gecheckt had. Nog 1 keer... 18 februari om 6 uur 's ochtends. Ja. Het is ondertussen 1:05, want deze was weer heel laat thuis. Ja, hè? Want hij moest lopen naar het station, want zijn fietsketting lag eraf en hij weet niet hoe hij het op moet leggen. Again. En ik heb het hem wel laten zien, maar hij is het vergeten. Dus ja, en ik hoef waarschijnlijk morgen toch niet bij hem te werken. Hij weet het nog niet zeker, dus moet ik even afwachten. Maar anders zou ik hem natuurlijk kunnen helpen. Dan zou ik het nog een keer kunnen laten zien. Maar dat wachten dan morgen even af. Ik ga wel lekker naar bed. Jij gaat lekker douchen. TikTok vanmorgen staat weer klaar. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.